welkom bij deze tutorial over de werking van de webapp Spin2Eat. We beginnen met het intypen van spin2eat.nl in de zoekbalk van je webbrowser. Nu zie je hier een rad verschijnen, maar eerst gaan we onze filters aanvinken. Onder allergieën geven we bijvoorbeeld pindaallergie aan. Bij regio kiezen we voor Italiaans. Altijd lekker. Bij de voorkeuren kiezen we voor geen vis. En we zetten de tijdslimiet op meer dan 60 minuten. Vervolgens gaan we naar het rad en klikken daarop. We zien nu een voor ons uitgekozen recept op basis van onze aangevinkte filters. In dit geval klassieke lasagne. Hieronder zien we de ingrediënten in een lijstje staan. Verder naar beneden zien we de bereidingswijze van het gerecht. Wil je nu graag een ander recept, gaan we weer terug naar boven en druk op de spin om terug te gaan. Nu kunnen we opnieuw filters aanvinken. Of we kiezen ervoor om ons te laten verrassen en druk gewoon nog een keer op het rad. En er zal een compleet willekeurig recept verschijnen. Bedankt voor het kijken.